Nu volgt een uitzending van de Federatie Educatieve Omroep, verzorgd door Telejak. Goedemiddag. Vroeger, als je van elkaar hield en je wilde met elkaar het leven door, dan ging je trouwen. Dat was een beetje de enige fatsoenlijke manier van samenleven. Tegenwoordig kan je kiezen, trouwen of samenwonen. Alleen voor homofiele mensen geldt die keus natuurlijk niet, die kunnen niet trouwen. Maar in het algemeen kun je zeggen dat het huwelijk niet meer zoiets vanzelfsprekends is. En daarom denk ik, hebben open schoolgroepen in het land gevraagd of wij een thema-uitzending wilden maken. Die hebben we genoemd Huwen of Hokken. Uw mening over huwelijk en samenwonen. We gaan erover praten in de studio, als altijd. Martine Bijl zingt er een lied over en Leo Spicht behandelt de zakelijke kant. En ik praat met de groep getrouwden en Bob Loeven met de ongetrouwden, hè Bob? Ja, dat zijn de mensen die dus hier zitten. Deze mensen wonen dus allemaal wel samen, maar zijn niet getrouwd en dat kan je om verschillende redenen doen.